Wat een bal. Oké, maat. Goed gewerkt vandaag. Eerste ronde van de Savannah Classic zit erop. We hadden het goed in de gaten vandaag. Ja, het swingetje zit beter. Sloeg de ballen beter. Afstanden goed. Eén drijfje de tak in op die ene hole daar. Ja, pol 6. Maar goed, daarna goed hersteld. Dus ja. Even wat putjes nog gauw. Ja, 7:15 nu. Bijna donker, maar toch nog even een paar putsen ingooien. Heel goed. Alle greenkeepers zijn keihard aan het werk om ons heen. Morgenochtend lekker om 9:00 ochtends beginnen. Ja, afgelopen weekend hard gewerkt. Paid off today. Wat ging er voornamelijk goed vandaag? Ik denk twee dingen. Qua swing was beter. Dat ik die club minder sterk achter me heb, zeg maar. Dat die gewoon beter voor me zat. Veel beter op de bal, beter contact. Maar aan de andere kant, mentaal was het ook gewoon, was ook gewoon veel beter. Afgelopen week. Een paar momenten gehad waar ik gewoon liep te kloten op dat gebied. En ook daar hebben we aan gewerkt. Mijn routines beter te maken. En vlotter te handelen eigenlijk. Beter in te stappen. Dat soort dingen. Ja, en dat ging goed. Maat, wat moeten we hier doen? We moeten weer formuliertjes invullen om überhaupt het land te verlaten. Oh, dat is top, hè? Ja, echt heel fijn. Ze zijn blij dat je weggaat. Ja, heel fijn. En dan nog even een COVID-testje doen nu. En dan nog even eentje doen over 2 dagen als we vliegen. En dan mogen we. En dan hopelijk dat we weer naar huis mogen. Ja, dan zitten 2 weken nog vast hier. Ja, dat moet je helemaal niet hebben. Heerlijk. Ik ben al lang blij dat hij niet meer het keeltje in gaat. Heerlijk. man. Ja. Fucking machine, man. Ik ken. Misschien wel. Wacht even. Is dit die al? Maybe you. Ah nee. You should putt for Max in the tournament. Leading.
Lekker in het oranje vandaag. Ja, laatste ronde, hè, dan mag het. Ik had liever iets beter voor gestaan, maar oké. Okay. Het is steeds de laatste dag, dus daar bewaren we het voor. Alright, hier bij de recap van de week, week 2 in Kenia. Hoe ging het dan? Nou, best wel goed. Qua resultaat natuurlijk niet, niet waar je voor naartoe komt. Maar qua stappen die we gemaakt hebben, denk ik wel goede weken gehad. Eerste week hier ook wel goed gespeeld. Helaas toen niet de kut gehaald. Ja, daar ook eerlijk over verteld. Ik wil je bedanken voor de reacties daarop. Je stelt je toch kwetsbaar op. En ik vind dat het goed ontvangen is. En ik vind het ook leuk om het op die manier te delen. Deze week een goede start gehad natuurlijk, ronde 1. Ja, en toen ronde 2 werd het nog wel even een beetje knijpen op een gegeven moment. Ik maakte de birdies niet op de eenvoudige holes. En liep ik tegen een paar bogies aan, waardoor het gewoon nog een uitdaging werd om de cut te halen. Nou, uiteindelijk sterk kunnen eindigen met 3 birdies in de laatste 4 holes. Dus dat was top. En op naar een mooi weekend. Alright, het weekend. Hoe is dat gegaan? Ja, qua scoren was natuurlijk gewoon kloten natuurlijk op zaterdag. Maar voornamelijk doordat ik een 8 maak op een hole waar gewoon veel 3 en 4 worden gemaakt. Als je hier offline bent op deze baan, dan kom je in de problemen. En ik had wat ruzie met de bush. Dus dat werd helaas een 8. En daarna heb ik ook helaas niet meer de birdies kunnen maken. Dus qua score was dat een tegenvaller. Waardoor je vandaag niet meer echt meedoet in het klassement. Maar zo'n ronde als vandaag is zeker niet minder belangrijk om gewoon te implementeren wat je, waar je naartoe wilt. En qua swing zijn we een aantal dingen tegengekomen. Dat ik te veel draw in mijn slag heb bijvoorbeeld. Of dat hij te veel rechts blijft hangen of dat hij te veel naar links drawt. Ons doel voor vandaag was om dat gewoon strakker te krijgen. Om die ballen strakker op lijn te slaan en af en toe een beetje fade erin te krijgen. Nou, dat is goed gelukt. We hebben tee to green een goede dag neergezet. En helaas was de putter ijskoud. Waardoor ik mijn kansen gewoon niet heb kunnen verzilveren. Uiteindelijk geëindigd op level par. Qua scoren, qua resultaat, niet waar je hier voor naartoe komt. Maar ik denk wel dat we goede stappen hebben gemaakt. We hebben samen kaart gewerkt deze 3 weken. En vanavond gaan we naar huis om even een kleine rustpauze te nemen. En dan de training weer op te pakken en op naar de volgende toernooi. Dit is nog buiten het gebouw. Wow! Ga jij aan het zuurstof zo in het vliegtuig? Zo, we zitten. Eindelijk. Enorme chaos hier op het vliegveld. Natuurlijk al het gedoe met de testen tegenwoordig om überhaupt te kunnen reizen. Mensen die geen test hebben of papieren niet op orde hebben. Nou ja, alles bij elkaar een lange dag zo. Vanochtend om 4:30 ging bij mij het werkertje. Het is nu 1:30. Dus zometeen stoeltje naar achter, lekker slapen en hopelijk kort voor Amsterdam weer wakker worden. Als we thuis zijn, even
paar dagen rust. En dan daarna de training weer oppakken. En op naar de volgende stretch van toernooien. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. Dames en heren, hartelijk welkom in Amsterdam. Bedankt voor het kijken naar mijn channel. Like en subscribe voor een wekelijkse video van ons leven op de European Tour. Tot de volgende keer.